de teelt worden steeds meer biologische middelen toegepast. Deze middelen kunnen bestaan uit schimmels en bacteriën. Voor elke teelt is een bepaalde toepassing het meest praktisch. In deze video willen wij de verschillende manieren van toepassen behandelen. Een van de manieren om het producten in te zetten is door het in te regenen of het gebruik van een spuitboom. Als dit wordt gedaan, dan is het belangrijk dat de druk in de gaten wordt gehouden en ook de grootte van de spuitmond. Na het gebruik van deze middelen is het weer goed om het systeem na te spoelen, want het kan, als het achterblijft en biologisch actief blijft, voor verstoppingen zorgen. Naast het inmengen in de potgrond is het ook mogelijk het mee te geven via de mesbak. Nu is het wel zo dat in een mesbak de pH vaak laag is en de concentratie opgeloste zouten hoog. Dus het kan niet in de mesbak opgelost worden, maar het kan meegepulst worden met de voedingsoplossing. Wanneer producten ingezet worden voor het wortelmilieu, kan er een gerichte toepassing worden gedaan. Met gericht bedoel ik de wortels dompelen in een oplossing waar de producten in zitten of het coaten van de zaden. Het mooie aan deze methode is dat het verbruik lager is en je hebt een hogere zekerheid dat de ingezette biologie ook werkelijk op de wortel zit. Wanneer je biologische producten inzet, zoals bacteriën en schimmels, is het van belang de ontsmetting tijdelijk uit te zetten. Denk hierbij aan een chloor en een waterstofperoxide. Deze verminderen de werking van de bacteriën en de schimmels. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga naar royalbrinkman.nl.